Kinderen van de Emmausschool houden een wijkschouw. Yeah. We zijn in het Nieuwe Westen van Delfshaven, de wijk. En we gaan met kinderen van de Emmausschool gaan we een wijkschouw lopen. Ja. En dan gaan we dus kijken wat er allemaal wel en niet goed is in de wijk. Uh-huh. En gebeurt het nu voor het eerst of gebeurt het al jaren? We doen dit wel vaker, maar dan voornamelijk met volwassenen. En het leek ons nu wel leuk om dat met kinderen te gaan doen. Nu gaan jullie allemaal naar Viezigheid kijken. Gooien jullie zelf ons Viezigheid op straat? Nee. Nee? Wat doe je ermee als je bijvoorbeeld een ijsje eet en je hebt een papiertje? Gooi het in de prullenbak. Altijd. En als je geen prullenbak in de buurt hebt, wat doe je dan? Dan hou ik hem in mijn tas of in mijn zak. En kauwgom op straat spugen, doe je dat wel eens? Nee, soms wel. Soms wel. Ja, weet je dat dat moet. Ik heb laatst gelezen dat dat heel erg lang duurt dat dat kauwgom verteert. En als vogeltjes dat eten, dan gaan ze dood. Wist je dat? Nee, maar nu wel. Ik zie dat jij hier een lijstje hebt. Ja. Wat staat erop? Wat moet je ermee doen? Dit is een lijstje van wat je moet doen bij de wijkschouw. Yeah. En dat je heel goed moet opletten van als er poep op de straat is bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als er losse tegel is of zo. En dat moet je dan opschrijven? Ja, dat moet je opschrijven en we moeten er gelijk dan ook een foto van maken. Heb jij al iets op je lijst staan? Ja, dat er vaak poep op de grond ligt en dat is niet goed. Ook de containers die je daar ziet, is helemaal niet meer goed in staat en kan wel voor vervanging worden gezorgd. Yeah. En maar ook dat ongedierte, want dat wordt aangetrokken door het vuil wat niet in de containers gaat. Yeah, we chilling out here with just the funk. We got a beat going on. Aan een veilige, gezonde en schone leefomgeving.